Voor de meest schrijnende gevallen in het leerlingenvervoer is nu al niet genoeg geld. Het bezuinigingsvoorstel van wethouder Scholte is onlangs door de Raad teruggedraaid van 1 miljoen euro naar 6,5 ton. De grens waarbinnen scholieren thuis worden opgehaald is verhoogd van 2 naar 6 kilometer. Ouders die binnen die grens wonen kunnen toch gebruik blijven maken van de taxbus, maar dan moeten ze wel kunnen aantonen dat zij tot de schrijnende gevallen behoren. Tot nu toe hebben ongeveer 80 gezinnen zich gemeld. Wethouder Scholte heeft gezegd dat ze daarvoor nu al 50.000 euro tekort komt.